beginnen dit sportnieuws natuurlijk met landskampioen Ajax, want de Amsterdamse club presenteerde zich vandaag officieel aan de pers. Jan Roels doet verslag. De landskampioen stelde zich vandaag voor aan de pers in De Meer in Amsterdam. Het seizoen is nog behoorlijk pril. Even arm over elkaar. En ook dat lukte soms niet meteen. Oké, dit hebben we. Maar wie Ajax niet heeft, is Ronaldo. De klap voor Ronaldo is niet zo hard aangekomen als u misschien denkt. En waarom niet? Omdat wij een uitzending. Rest de vraag of Ajax in die Champions League verdedigend wat behoudender zou moeten gaan voetballen. Nou, ik vind van niet, maar dat is mijn overtuiging en mijn visie. En wij hopen dat te bewijzen. Maar er is bijvoorbeeld van Ruud Gullit laatst weer kritiek geweest, hè, over die speelwijze van Ajax Parma. De wijze waarop Barcelona tegen AC Milan speelde. Raak je dat niet? Doe je daar niks mee? Ja, maar Ruud Gullit die bekijkt één wedstrijd. Die heeft mij ook niet opgebeld nadat wij de UEFA Cup gewonnen hadden tegen twee Italiaanse ploegen. Hij heeft Johan Cruijff niet opgebeld nadat Johan Cruijff verleden jaar de Champions League had gewonnen. Ik vind het ongelooflijk dat niet één journalist Gullit daaraan heeft herinnerd. Dat je nooit één wedstrijd eruit kan lichten, maar dat je een reeks van wedstrijden eruit moet lichten. En met name Barcelona. Dan zal ik het niet over Ajax hebben, maar met name Barcelona heeft al de afgelopen jaar bewezen dat zij steeds aan de top voetballen. Dus ik begrijp niet dat door die ballon niet heen geprikt wordt. Overigens maakte Frank Rijkaard vandaag bekend dat hij niet meer zal spelen voor het Nederlands elftal. Rijkaard speelde totaal 74 keer in het shirt van Oranje.